Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Doe alvast een duimpje omhoog en veel plezier met kijken. Doei! Dus we gaan normaal gesproken op de sluis. En dit is even andere koek. Komt ie dan? Echt andere koek. Ja, maar je moet nog even vertellen wat we gaan doen. We gaan de Haagspierdaagse lopen. En Stephanie vindt het niet heel erg leuk, want we gaan 10 kilometer lopen zonder jou. En waar zijn we? Komen. Helemaal goed, maar die gaan maar 5 kilometer lopen, hè? Ja, helaas. Maar het is wel een hele happening hier in Vlaardingen. Dat is wel heel anders dan in mijn sluis. Even laten zien. Kijk maar. Een andere feesttent en zo. Oh, gaan we met z'n allen aftellen? Kunnen jullie tellen? Nee, daar houdt het op. Die zal navigeren uiteraard. En Chris is de backup in de navigatie. En dit is Geesje. En ik loop er gewoon achteraan. Dan weet ik wel dat ik ergens kom. En dit is Geesje Stephanie. In gedachten is ze bij ons. Nou, dit is dus zoals het in Vlaardingen is. Maar sluis is het ietsjes anders. Als je dan 100 mensen hebt, is het veel, denk ik. Maar wel grappig, het is weer wat anders. Splitsing met de 10 kilometer en de 5 kilometer. Ik denk dat we de enige zijn die de 10 lopen. Dus Steef, we zijn de enige, denk ik. Yeah. We zijn nu op het spannendste gedeelte van de route. Het donkere bos. Precies dat. Helemaal alleen. In ons upje. Maar goed, we hebben net wel... Christine is de baas, maar dat wisten jullie al, hè? We hebben net wel geknipt, dus we lopen nog goed. We zijn over de helft. We zijn over de helft, ook dat nog. Ik heb een beetje pijn in de voeten. Jammer. Tess heeft pijn in de voeten. Ik leef nog. Niet mijn ding, maar ik doe het braaf. Daar zijn we. De eerste dag zit erop. We hebben 10 kilometer gewandeld. Om en erbij, hoeveel was het, Kim? Ongeveer 9,5. 9,5 kilometer. Dus. Ook goed. Waar is Kim? Kim is daar. Zo. Gaat dat, kindjes? Kijk, dit is de route. Dus dat hebben we gelopen nu. Dat is best wel braaf. En het was, om precies te zijn, 9,2 kilometer. Want ik heb ook iets meer, want ik heb een klein stukje niet gedaan. 113 minuten en we liepen 4,8 kilometer per uur. Dat komt ook omdat we in hele groepen gelopen hebben. En die gingen niet zo snel. Van kleine kinderen die met 1 km per uur gingen. Zoiets, ja. Dus daar was de gemiddelde snelheid wat lager. Maar we hebben het overleefd. Dus nu gaat Kim nog 2 ponies rijden. Tessa gaat naar bed en ik ga maar werken of zo. En Chris ging cappuccino drinken. Ik ga vandaag rijden. En we hebben een weekendje nog een vlog, want ik ben ziek geweest. Dit is heel erg jammer, man. En vandaag gaan we ook weer de Appelspierdaagse doen. Maar eerst een beetje rijden. Wacht. Een kusje. Vandaag is, even denken, dinsdag. En tweede dag van de avondvierdaagse. Ik moet wel zeggen dat mijn planning is moordend. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dat om even de avondvierdaagse er nog in te proppen. Maar goed, we doen het gewoon. Goed voor de beweging, goed voor de lijn. Dus soms moet je ook iets anders doen dan alleen maar paardrijden. Oh, kijk wie we daar hebben. Daar hebben we Miss Pink. Hoe is die? Ja? Heb je er zin om? Nou, vandaag gaan we maar uitstappen in de molen. Dan kunnen we in die tijd ons omkleden en de spullen opruimen. En door naar de avondvierdaagse. Dan moet je ook nog ergens slapen. Oh ja. Oh ja. Ook wel een dingetje. Nou ja, we gaan even rijden. Dus ik ga de camera even opzij leggen. Dag 2 van de avondvierdaagse. Hoe ging het? Waar ben je? Daar. Tessa. Nou, ik heb best veel pijn in mijn voet.
Maar het gaat wel goed. Maar ik heb van mijn moeder gehoord dat morgen het zwaarst is. En jij, Kim? Vandaag ging het wel beter dan gisteren. Jij moet hem even vasthouden, want anders lukt het niet. Zie maar morgen. Kim, dan. Hou hem nou gewoon even vast. Ja, je hebt het toch al gefilmd? Oh. En Christine, ik leef nog. Dat is al positief. Ik denk dat ik blaar 4 en 5 vandaag opgelopen had. Gisteren had ik 1 en 2, dus vandaag 4 en 5. Ik had 11 keer schoenen aan. 3 en 4, sorry. Dus het is ook wel mijn eigen schuld. Dat ik maar terug moet gaan. Christine zei toch, zoet blijf je teruglopen. Nee, zei ik. Nou, dan mag ik nu dus blaar 3 en 4. Ik zei nog... Ik ben de baas. Maar ja... Ik luister niet. Zo gaat dat. Maar goed, we gaan nu Kim en Chris even naar de manege brengen. En dan... gaat Tess in bad en naar bed, denk ik. En ik ga maar... Ik ga mijn voeten eerst in bad doen. Voordat dat denk ik ook wel dat gaan doen. Gaan we even samen. Gezellig. Voetjes in bad. Vandaag bellen we even mijn stapmolen, want ik weet niet. Het is een beetje moeig en het weer is ook heel erg warm. Dus we gaan vandaag lekker stapmolen zetten. En Verona ook natuurlijk. En ze is vanmorgen op de wijk geweest en ik ga straks de avondvierdaagse lopen. En eigenlijk gaat zij zo even de avondvierdaagse lopen samen met Verona. In de stapmolen. Woensdag en ik sta bij Bel bij de paddock. Vandaag wat minder leuk iets. Net wel natuurlijk Tess gewoon die de leuke dingetjes doet. Maar wij hadden op Instagram een haataccount. Dan hebben we wel vaker op Instagram haataccounts. En wat mensen zich niet realiseren is dat de foto's en video's die wij maken van ons zijn. Daar zit intellectueel eigendom op. Dat betekent dat je zonder toestemming die foto's en video's helemaal niet mag gebruiken. Nou, we hebben ontzettend lieve fan-accounts die niks anders doen dan onze foto's gebruiken voor hele lieve doeleinden. En daar hebben wij ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar op het moment dat een foto of video van ons misbruikt wordt, met als enige doel om vervelend te doen, haat te verspreiden, te discrimineren, vervelende opmerkingen te maken, foto's te wijzigen op een dusdanige manier dat ze gewoon niet meer kloppen en dat soort dingen. Ja, dat kan dus niet. Ik heb dat account een berichtje gestuurd dat ze tot de volgende ochtend hadden om het eraf te halen. Nou, dat hebben ze wel gepubliceerd, maar niet gedaan. Dus dat betekent dat ze mijn berichtje zelf wel gelezen hebben. Vervolgens een foto geplaatst en daarbij gezegd van joh, je zoekt het maar uit. Dat mag. We leven in een vrije wereld. Maar dat staat mij dus ook vrij om daar iets aan te doen. Dus via Instagram gerapporteerd, account is ook weggehaald. Maar uiteraard maak ik daar wel allemaal screenshots van. En die gaan dus echt naar de politie. Dat betekent dat ik volgende week een afspraak met de politie heb. En ook daadwerkelijk aangifte ga doen. Die aangifte doe ik om een aantal redenen. De hoofdreden is eigenlijk dat het voor mijzelf nog niet het grootste probleem van de wereld is. Want waarschijnlijk zitten er wat jongere mensen achter. En die weten niet wat ze doen, hoop ik. Zowel, dan is het nog erger. Maar ik vind het voor Kim en voor Tessa gewoon onacceptabel. Dat is 1. 2. Wij doen heel veel moeite om video's en om foto's en andere dingen te publiceren. Dat kost veel tijd, geld en moeite. En dat betekent dus niet dat je die dingen gewoon mag gebruiken. Zonder toestemming. Nou ja, goed, weet je, zoals ik zeg, we hebben ontzettend veel lieve fanaccounts en hebben we er echt geen bezwaar tegen dat daar iets mee gedaan wordt. Maar we hebben er wel bezwaar tegen als je daar misbruik van gaat maken. En zeker als je dat op een hatelijke manier doet. Dus dat vind ik niet nodig. Wegens de privacywet mogen wij niet zelf bij Instagram gaan navragen wie dat dus is. Maar dat kan de politie wel. En ik vind nog een reden die ik echt heel erg belangrijk vind, is namelijk dat niet alleen ons dat overkomt, maar het overkomt dus ook anderen. Andere kinderen, volwassenen, meisjes, jongens, iedereen kan het overkomen en het voelt gewoon niet fijn. Als je eenmaal volwassen bent, heb je daar meestal wat minder last van. Maar zeker als je wat jonger bent, dan vind je dat dus echt niet tof. Dan kan je daar heel verdrietig van worden. En ik vind niet dat je dat iemand aan mag doen. Gewoon echt helemaal niet. Dus dat betekent dat ik wil dat degene die dat account aangemaakt heeft en ook niet op mijn verzoek gereageerd heeft om de boel er weer af te halen, dat die te horen krijgt dat het dus niet mag.
Er staat zelfs straf op van de politie, of de politie, het is justitie eigenlijk. Het voert te ver om hier een hele discussie te volgen. Ik kan je wel vertellen dat ik een aantal jaren bij de politie gewerkt heb. Dus heb ik er wel iets meer mee te maken gehad dan iemand anders misschien. En de politie is er dus voor iedereen. Die is er voor jou, die is er voor mij en die is voor iedereen die onrecht aangedaan wordt. En dat is in wettelijke zin. Nou, je mag wettelijk gezien dus helemaal niet iemands foto's of video's kopiëren. Dat is gewoon verboden. Maar je mag ook niet aanzetten tot haat. Dat staat dus gewoon in de wet. Nou, pesten, dat is natuurlijk weer een ander dingetje. Wat is wel pesten, wat is niet pesten? Bedreiging is een ander dingetje. In hoeverre voel je je bedreigd? Maar goed, dat zijn allemaal dingen waar we dus wel echt iets aan mogen doen. Je hoeft het dus niet over je heen te laten komen. Dus als jij gepest wordt of jij bedreigd wordt, of jouw foto of video of wat dan ook gewoon gebruikt wordt terwijl je dat niet wil, dan mag je daar dus gewoon iets aan doen. Je hoeft het niet alleen te rapporteren bij Instagram, en die heeft het heel netjes heel snel offline gehaald. Maar je kunt dus gewoon naar de politie. Daar is de politie dus gewoon voor. Daar betalen met z'n allen belasting om ervoor te zorgen dat dit soort dingen dus niet kunnen. Ik heb dus volgende week vrijdag een afspraak bij de politie. Ga ik ook daadwerkelijk aangifte doen van dit account. En mijn doel daarin is, als het iemand is die heel jong is en niet weet wat hij doet, dat de ouders op de hoogte gesteld worden. En als het iemand is die wat ouder is, dat die er dus achter komt dat dit dus niet mag en dit dus ook echt niet kan. Nou, ik ben een moraalridder, dat weet ik zelf ook wel. Maar ik vind echt dat we met z'n allen in een wereld horen te leven waar je gewoon vrij en veilig en vrij kunt doen wat je leuk vindt, zonder dat je iemand anders daarmee kwetst of pijn doet of... ja, dat die ander zich naar moet voelen. Dus dat is de reden dat ik volgende week vrijdag naar de politie ga. Mocht je daar een aparte video over willen hebben, dan kan ik aan de politie vragen of we dat mogen filmen. Op dit moment ga ik dat nog niet doen, want misschien vinden jullie dat helemaal niet interessant. Maar misschien voel jij je ook wel gewoon rottig of vervelend of naar. En vind je het wel fijn om te weten hoe zoiets in zijn werk gaat. En dan kunnen we daar vast wel een video over maken. Dus laat maar hieronder in de comments weten of je dat zou willen. En dan kijken wij of we daar iets mee kunnen doen. Derde dag van de avond, vierdaagse. Vandaag is minder makkelijk. Hiervoor liepen we door het natuurgebied. Nu lopen we dus echt serieus door Vlaardingen. En Chris laat briefjes zien, boven je hoofd. Kijk dan. Dus we zijn nu al vier keer dat je denkt, moeten we hier echt heen? Is dit de straat? Dus we lopen nu zeker een halve kilometer per uur minder. Alleen omdat we moeten zoeken waar we heen gaan. Dus deze is iets minder makkelijk. Maar vol goede moed stappen wij door. We zitten op de helft van vandaag dan. En nu is het plaktijd. De spiertjes beginnen te begeven. De pijn begint voelbaar te worden. Gelukkig is er dan Christine en haar roze tape. Ja, mooi hè. En die plakt het geheel. Christine is als het ware de beste plakkerd van het hele kabouterdorp. Dus dan kunnen we straks gewoon weer verder voor de volgende 5 kilometer. En dat was dag 3 van de avondvierdaagse. En die viel eigenlijk een soort mee, geloof ik, dames. Ja, een soort van. Ja, veel mee. Ja. Tess? Kim? Ja, zoals je ik vind jullie niet heel enthousiast. Jullie hebben wel enthousiast gelopen, maar volgens mij is de puff nu op of zo. Ja. Wat was dat voor een turnbeweging? Zo, dat zit er nog wel in. Ik wou net zeggen, dat gaat nog met soepeltjes. Dus maar morgen laatste dag. Avondvierdaagse, vierde dag. En vandaag zijn we uitgebreid met Alice en met Steve. Steve is ziek geweest, dus die kon de afgelopen 3 dagen niet. Vandaag is de laatste dag. Zoals jullie zien, flinke tapejes overal daar. Tess getaped, Kim getaped, Chris gestaped. Daarom hebben we Chris bij ons. Nee hoor. En ze leest het. Dus, nou, kijken hoe het vandaag gaat. We zijn in het laatste stukje. Dus we zitten nu bij de 5 kilometer, daarbij in. Ja, de avondvierdaagse zit erop. En we zitten zoals gewoonlijk bij de... McDonald's. Hoe ging het? Goed. Ik heb nu ook geen last meer van mijn voetjes. Waar is je medaille? De auto. Handig. Hoe ging het? Ja, het ging heel goed. Volgend jaar 20? Ja. Hebben ze hier niet. Jammer. Nijmegen wel.
Ja, ik kan niet alles bijhouden. Bonjour. Bonjour. Het ging goed. Maar? Ik voel mijn spiertjes wel. Maar? Ik moet nog wel trainen voor de vierdaagse. 67. Hoe ging het? Beter dan sommige dagen. Ik heb geen last van mijn voeten weer. Dus morgen weer? Nee. Ja. Nee? Zondag met mij. Ja. En hoeveel gaan jullie dan lopen? 57. Pas op wat je zegt. Ik ga zondag wel mee, maar op mijn paard denk ik. Dat lijkt me een stuk verstandig. Ja, ik ook. Je pony? Niet lopen. Ja. Jij? Ik heb vandaag voor het laatste avondvierdaagse gelopen en ik heb één mooie medaille en die van mijn moeder ook. Dan heb ik ook nog wat spulletjes van mijn vader gekregen, een bekertje en een boeket. Ik ook nog heel lief, mijn paardjes van Fitch, Stella haar weidemaatje. Heb ik wat bloemetjes gekregen van mijn moeder ook. En mijn moeder heeft van mijn vader ook nog een hele grote prijs gewonnen. Druk die, zei die. Ja, ik ben heel erg blij mee. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer nog even. Ja, abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!